Goedemorgen, middag of avond, medegamers. Leuk dat jullie weer kijken naar deze Let's Play. We gaan precies verder op de plek waar we de vorige Let's Play gebleven zijn. Dat is namelijk in Notalk City. Dan gaan we eens even kijken wat hier allemaal te vinden is. Dat hebben we trouwens volgens mij al gedaan. Misschien dat ik wel vergeten ben te saven. Dat zou ook heel goed kunnen voor de allerlaatste keer. So, you're a trainer on a quest, huh? When I was a kid, I only got 2 badges and headed home. Traveling the region is tough. Ik doe heel snel mijn geluid een tikkie zachter. Ik hoop dat mijn mic wel dichtbij genoeg staat. Oké. Dan gaan we even kijken naar mijn Pokémon. Want dat weet ik gelijk of ik... waarschijnlijk hadden we dus niet gesaved. Maakt niet uit, want ik had niet echt wat meer gedaan. Dus dat. Hello, are you a Pokémon trainer? I can see you have a bright future ahead of you. Come back here after you get more experienced. And I can teach your Pokémon some strong moves. Oké, jongens. Dit huis in Notalk City moeten wij zeker onthouden. Deze deur zit dicht. Ik vergeet steeds dat ik kan rennen. Weer dikke screen tearing door het beeld heen. Dat is helaas... nog niet verbeterd. Kan ook wel zijn dat misschien ben ik ook nog wel niet in de ding schrijf. Ever since I met a Tankoon, my life has been so much better. I can't imagine a life without Pokémon. Ik ook niet. Trouwens. Wat voor een verschrikkelijke wereld zou dat zijn, hè, jongens? Een wereld zonder Pokémon. Who pays to build and maintain Pokécenters anyway? It's not like they make any profit on their own. Inderdaad, wie verzorgt dat? Hello and welcome to the Pokémon Center. Waarom lees ik dit voor? Jullie weten inmiddels wel wat er gezegd wordt. Ik vond het wel grappig, want wat dat mannetje nu net zei, die, daar rechts. Dat is wel echt een steekje naar de normale Pokémon games, want hoe komen die Pokémon centers daar? You never know when some rival might challenge you, especially when you're weak after, say... Ja, dat zal ik niet lezen. A gym battle. Oh, hij geeft nu een hint waarschijnlijk. You never know when some rival might challenge you, especially when you're weak after, say, a gym battle. Oké. Dus dit moeten we ook even onthouden. Waarschijnlijk gaan we aangevallen worden door mijn rivaal. Door mijn rivaal als ik de gym uitkom en ik slap ben. It takes a lot of work to be a cool trainer. You've got to act cool, dress cool, and be cool. Oh, and race cool Pokémon. Trouwens jongens, ik heb een tip gekregen van een vriend van mij die ook begonnen is met spelen. En die zei dat ik Mystery Gift moest doen. Dus dat ben ik eigenlijk vergeten te doen. Dus ik ga even afsluiten denk ik. En dan ga ik het opnieuw opstarten. En dan gaan we even Mystery Gift checken. En de Wonder Trade. Want ik heb nog een slechte Pokémon die ik wel weg kan traden. Voor de mensen die niet weten wat Wonder Trade is. Je zet er gewoon een Pokémon in die je niet... Withdraw moet ik even doen. Een Pokémon in die je niet tof vindt. En dan gooi je hem gewoon op het internet eigenlijk. En dan... krijg je daar een andere random Pokémon voor terug. Dus dat gaan we even doen. En we gaan die Mystery Gift. Daar krijg je als goed een Pokémon van of zo. Als ik het goed heb begrepen. En dan zie ik jullie over 3 secondjes weer terug. Daar zijn we weer jongens. Back in action. Je ziet hier Mystery Gift staan in het beginscherm. Daar ga ik nu op drukken. En als het goed is, krijg je wat. Searching for a gift. Choose the gift you want to receive. Ik zie 4 dingen. Ik zie Destiny Knot. Pokémon Uranium Release, Aromatic Herb en Sachet. Ik weet echt mijn god niet wat ik moet kiezen. Ik hoop dat ik ze alle 4 kan kiezen ook. Dan kies ik nu voor Sachet. Ik weet niet wat dit is. Is het een snoepje? The gift has been received. Please pick up your gift from the delivery man in any Pokémart. Oké, ik krijg ze allemaal. Destiny Knot. Nog cadeautjes, ik vind het leuk jongens. The gift has been received. Please pick up your gift. Oké, dezelfde plek. En volgens mij is dat zo'n item die een Pokémon kan houden. Dat je dat bepaalde aanvallen sterk worden. Pokémon Uranium Release. Oeh, die ziet er cool uit. The gift has been received. Dat is een fucking coole Pokémon, jongens. Choose the gift you want to receive. An aromatic herb.
Nou, dat zal wel gewoon een berry zijn of ook een item om te geven. Die Pokémon zag er echt heel tof uit. Nou, dan weten jullie dat ook gelijk. Druk vooral op Mystery Gift, guys. Dan gaan we nu gelijk even lekker in de Wonder Trade een Pokémon zetten. Even save. We gaan dadelijk een Pokémon ophalen ook. Want ik wil wel weten welk level die is en zo. Misschien kan ik hem dan mee gaan trainen met de Pokémon die ik heb. Want ik heb nog één plekje over. Nu, op dit moment. Ze gaan me eerst wat uitleggen. Is this your first time on this floor? Well, welcome to the Tender Network. Talk to my sister at the desk to the left. She will explain everything you need. Welcome to Tender Network. Here you can access Virtual Trainer Center. Are you ready to begin? No, I am definitely not. Ik ga haar eerst mijn dingen uit laten leggen. Is this your first time? Yeah. We provide services as online battles, virtual training, GTS en wonder trading. Dat is cool allemaal, jongens. Online gevechten, dus je kan tegen elkaar vechten. En je kan gewoon normaal ruilen via de Global Trading Center. Ik weet niet waar die S voor staat. En de Wonder Trade. Oké, nou, online battles gaan we als eerste. This station allows you to access the online lobby. Once you're there, you can enter another trainer's ID number to add them as a friend. You will be able to see if your friend is online because the symbol by the name will be green. Oké, dat is tof. Let ons op, hè, jongens. Je moet elkaar toevoegen via ID. En dan als die andere persoon je vriend online is, dan is dat symbool groen. Once they are online, you can ask them to trade or challenge them to battle. In player versus player battles, all Pokémon over level 50 will have their levels reduced to 50. Dus als je een level 80 Pokémon hebt, wordt level 50 geschaald. Note, PvP functionality is still in beta. Oké, dus het kan misschien wat foutjes bevatten ofzo. Virtual Trainer. Virtual Trainer is a system where you can upload a virtual clone of yourself to an online database of VTs. Anyone will be able to battle your virtual trainer, and you're able to battle anyone that did the same too. There are three ways, leuke feature, to find virtual battles. The first is by searching through a VT online ID. Each VT has a unique ID, so that's the easiest way to battle a friend's VT. The second way is searching by name, and maybe duplicates, but it's also a good way to find people to battle. The third and most exciting one are the ranked battles. In those you are matched with a random VT with about the same skill as you, and winning or losing counts towards your global ranking. Ik vind het echt een leuke toevoeging, jongens. Exciting things to happen to those that are high on the rankings. Virtual training is handled by my sister. She's on the desk to the right. Nou jongens, het klinkt echt heel goed allemaal. Volgens mij moeten we deze alleen nog doen. GTS is short for Global Trading Station. In this system, you leave a Pokémon in our care, and we search a trainer that has what you are looking for, or the other way around. You search for trainers that have what you want and try to meet their criteria. When both conditions are met, the trade occurs. Simple as that. Wonder Trade is a fun way of getting new Pokémon. It's a blind exchange of one of your Pokémon with a random trainer that could be anywhere and tender. Fun, right? What do you want to learn about now? Nou, nu niks meer. We weten nu alles. Als je hier iets niet van snapt, laat het mij dan weten in de comments below. Dan leg ik het uit. Waar is die Wonder Trade? Is dat hier zo? Ja, ik wil de online lobby in, I guess. Ik weet niet precies waar ik nou in ga. Ze zegt het ook niet. Het is misschien handig als ze dat doet. Oké, dus hier kun je dan zien of je vrienden online zijn inderdaad. Ik weet die vriend zijn ID niet. Dus dat ga ik eventjes moeten vragen. Kan ik hier wel gewoon in? Dit is die virtual shizzle. Misschien moet ik toch recht zijn. Ik weet het niet zeker. Want ik moet wel via Wonder Trade natuurlijk dingen kunnen doen. Oh, nu loopt hij vast opeens. Dat is minder. Oké. Battle, create new virtual trainer of exit. Battle gaan we echt nog niet doen, want ik ben fucking slap. Create new virtual trainer ga ik ook nog niet doen, want dat is dus om je eigen Pokémon online te zetten. En dan kan iemand anders er tegen vechten, soort van. Dat heeft ook weinig zin met mijn Pokémon's.
Nou, dan vraag ik me af waar die GTS te vinden is dan, jongens. Oh, hier gewoon. Oh, hier. Oh, ik dacht dat zij alleen maar was om dingen uit te leggen. Nou, dan hebben we dat ook gelijk gevonden. Wonder Trade. Dan ga je het gelijk zien. Nou, we kunnen deze Kabak ook als eerst doen. Wat echt een kut Pokémon. Oké, dus nu gaat hij de lucht in. En dan krijg ik een andere Pokémon. Tsurug. Daar gaat hij. Vaarwel, Kabak. You will not be missed. Ik krijg een Chainmunk. Als hij niet vastloopt. Volgens mij. Volgens mij krijg ik een Chainmunk. Ja, ik krijg een Chainmunk. Ook geen goede Pokémon. Maar die had ik nog niet. Dus op zich niet erg. Dan heb ik hem gelijk gevangen. Nee, ik wilde eigenlijk helemaal niet uit Wonder Trade. Dan gaan we nog een keertje. Dan gaan we door totdat we een Pokémon hebben. Die ik nog niet heb. Die geen Chainmunk is. Chainmunk hebben we inmiddels. Ja, select. Daar gaan we. Ik ben benieuwd. Chainmunk gaat weg. Hij moest eventjes laden. En nu krijgen we een Burby. Burby hebben we nog niet. En ik denk dat die misschien ook nog wel redelijk makkelijk te vangen is. Maar we hadden hem niet. Dus mij ga je niet horen klagen. Weer doe ik net even wat te snel. Want ik heb nog een kut Pokémon in mijn party zitten. Nee, ik wil het nu drukken op GTS. Nou, kunnen we wel gelijk even deze functie kijken. Oh nee, niet blijkbaar. GTS is zo te zien nog niet klaar, denk ik. Want ik drukte daarop en hij deed niet. Dus dat is jammer, maar dat komt vanzelf wel. Dan gaan we nu deze ruilen. Een Grossart. Ik moet wel oppassen dat ik niet mijn eigen, mijn goede doe. Dit is die van level 6. Nee, daar gaat hij. Dag Grossart. Hij moet er eventjes laden. En daar gaat hij dan. Fuck. We krijgen weer een Chainmunk. Ik hoef geen Chainmunk. Doei. Daar gaat hij weer. Doei. Hij komt wel uit Italië. Dat is een leuke anekdote, zoals dat heet. Een Bashaun. Volgens mij hebben we die nog niet. Nee, cool. Vind ik leuk. Oké, we hebben twee nieuwe Pokémon erbij. En we gaan nog de derde ophalen bij de markt. Maar dat kan nu natuurlijk niet, want ik heb een Pokémon te veel in mijn dinges. Ik heb nu dus deze Bashaun, die is level 15. Die ga ik dus ook niet gebruiken, want dat vind ik gewoon cheaten. Als mijn andere Pokémon ook level 10 zijn, dan misschien, of level 15 zijn, dan misschien wel. Ja, die Burby kan nu dus ook nog niet. Want we moeten even die Pokémon ophalen. Oké, daar gaan we. Dan gaan we even de Pokémon Mart opzoeken. Als ik het me goed herinner, is hij hier. Ergens. Nee, hij is niet daar. Volgens mij. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Nou, volgens mij is het een radiostation of zo. Maar dat is niet waar we nu naar op zoek zijn. En daar gebeurt een hoop, zo te zien. Hier is een Pokéball. Een X-Attack. Nemen die ook gelijk mee. En die ga ik ook gewoon gelijk geven aan iemand. Anders ga ik dat sowieso 100% vergeten. Nou, wat die X-Attack doet, dat is gewoon dat hij de Physical Attack. Oh hier, an item that raises the attack stat of a Pokémon in battle. It wears off. Hoe scroll ik naar beneden eigenlijk? Kan ik gewoon zo? Ik weet niet hoe ik naar beneden scroll in deze Pokémon, jongens. Guys. Ik heb zo fucking veel blunders begaan in zo'n korte fucking tijd. Want ik zag dus na fucking een kwartier van spelen pas dat ik gewoon niet op fucking opnemen had gedrukt. En er is zoveel gebeurd in de tussentijd en nu ga ik jullie dat maar gewoon vertellen.
aangezien ik het niet meer kan laten zien, want ik heb het gewoon niet. Ten eerste kwam ik er net achter dat ik de verkeerde mic gebruikte, dus jullie hebben het eerste kwartiertje kut geluid. Nu wel beter als het goed is. En er is zoveel fucking gebeurd en leuke dingetjes en dit en dat, maar goed. Ik ga jullie even snel een recap geven van wat er gebeurd is. Fucking irritant dit, maar goed. Oké. Ik was naar beneden gegaan, helemaal onderaan het stadje. En daar heb ik tegen een trainer gevochten al. Daar zei ik al de hele tijd tijdens het gevecht, kijk hoeveel moeite ik heb met het verslaan van deze ene trainer. Kijk hoeveel moeite ik daarmee heb. En ik hou hiervan. Waarom doen ze dit in normale Pokémon's niet? Nou, dat soort dingen zei ik daar zo. Toen ik heb het... In de vorige Let's Play was er een creep die had mij de sleutel van de gymleidster gegeven. Nou, dat huis heb ik opengemaakt. Die gymleidster die kwam, heb ik wakker gemaakt. Zijn we gewoon letterlijk bij ingebroken. Dat was ook de titel. Zo wilde ik deze Let's Play gaan noemen, maar ik kan het nu niet echt meer doen, want ik laat het niet eens zien. Maar goed, nu is ze in haar gym gegaan. Toen hebben we tegen de eerste trainer gevochten. Die was al fucking moeilijk. Gewoon 4-5 Pokémon's wel echt gedamaged. Niet verslagen, maar gedamaged. Ik heb heel erg moeten kijken, potions geven. En ook daar zei ik weer de hele tijd van, ik vind het echt tof hoe moeilijk deze Pokémon is. Want ik heb gewoon onwijs veel moeite met Pokémon's verslaan. Je moet onwijs veel nadenken de hele tijd. Nou, nu gaan we tegen de tweede trainer. Ik kan jullie dat gelukkig wel laten zien. Maria may be the first gym leader, but she used to be champion. You're still light years away from defeating her. Yes. Probably, I will be. Les Mila sent out Burby. De vorige trainer die had 2 Chain Monks en had ik fucking veel moeite mee. Dit is een normal gym, dat hebben jullie ook gemist. Dat legde de guy in het begin uit. Een normal gym bedoel ik daarmee de Pokémon type normal. Dus die Burby is normal, die Chain Monk is normal. En ik ben deze Burl bijvoorbeeld, die is volgens mij Ground of zo. Of Rock. Rock was hij. En daardoor, hij raadde ook echt Barul aan voor deze gym. Omdat hij, al die aanvallen die ze doen, die zijn not very effective. Kijk maar, dit is dan een flying aanval. Maar hij is wel not very effective. En dus, in deze Pokémon, als je 3 levels verschilt, dat is heel veel. In normale Pokémon's maakt hij dan nog een kans, maar hier eigenlijk niet. Behalve deze Barul van mij. Want deze Barul die heeft gewoon echt een fucking goede defense. Voor deze gym in ieder geval. En waarschijnlijk weet ik hem nu gewoon langzaam af te maken en krijg ik een flinke experience ervan. Wat we ook hebben gedaan is, we hebben mijn fucking mystery gifts opgehaald. En eentje daarvan die was een Pokémon, een hele toffe Pokémon. Het is zelfs een shiny Pokémon. Hij traint sneller omdat we hem gekregen hebben en niet gevangen. Dus dan krijg je een XP boost, dat is in alle Pokémon's is dat zo. Mijn Barul is lekker, level 7. En ik heb een nieuwe aanval, Mudslap. Dat is wel nice. Een Feiling, dat is een nieuwe Pokémon, hebben we nog niet gezien. We gaan een nieuwe Pokémon inzetten. Ik laat jullie gelijk de shiny nieuwe Pokémon zien. Gerbolta heet die, fucking tof. Je ziet ook zo'n tekentje erbij staan. Kijk wat hij doet. Dat is het shiny effectje. Nog niet tegengekomen deze Pokémon, deze katachtige. We hebben een quick attack waardoor we als eerste mogen aanvallen, maar ik ga dit niet halen waarschijnlijk. Ik ga de volgende beurt in slaap vallen als ik niet nu ga wisselen van Pokémon. Want hij deed Yawn en dan de eerste beurt kan je nog overleven en daarna ga je in slaap vallen. Zet ik mijn Tonami in, maar die Pokémon, ik zei dat ik daarover dat ik hem fucking tof vind. Het design vind ik echt heel gaaf. En dat die shiny is. Ik heb hem dus van de Mystery Gift gekregen. Ik hoop dat jullie dat wel nog gezien hebben. Ik kan me niet echt meer herinneren. Maar ja, ik vind het echt jammer, man. Want het was leuke gameplay. En nu zien jullie dat allemaal niet. Ik ga een Poison Gas erop doen. Ik hoop niet dat ik gelijk al slaap, maar volgens mij wel. Nu is hij in ieder geval poisoned. En dan kan ik hem daarna uitwisselen. En dan gaat er nog steeds damage vanaf. Terwijl ik met een andere Pokémon tegen hem vecht. Dat is mijn... plan van aanpak. Ik slaap nu. Dat is jammer, maar hij had ook niet echt lang meer overleefd of zo. Dus ja, wie gaan we doen? We gaan voor de Kabak, denk ik. Doe je best. Ik ga hem ook gewoon Kutbak noemen. Het is gewoon een Kutbak.
Kijk, dat bedoel ik. Daarom noem ik hem een katbak. Hij kan maar één aanval weerstaan. Niet eens. Ik kan hem nu zo goed als alweer switchen. Want hij gaat gewoon dood volgens mij. Of net niet. Weet je wat? Ik gooi een charm op hem. Hij gooit ook al een Jan. Heel mijn fucking Pokémon team is aan het slapen dadelijk. Maar kijk, nu gaat zijn attack harshly eraf. Dus er gaat veel attack van hem af. En dus hij gaat minder hard aanvallen. Dat is wel een voordeel. Ik ga hem nu wisselen. Dan slaapt hij niet. Kan ik hem later nog gebruiken misschien. Ja. We gaan voor Crozart. Al denk ik dat hij ook doodgaat. Het voordeel aan dat ik wel net mijn dingen ben kwijtgeraakt. Mijn footage. Altijd maar die fucking Jan. Maar het voordeel daaraan is dat jullie nu wel in deze let's play gaan zien waarschijnlijk hoe ik de Pokémon, hoe ik de gym leader versla. En anders hadden jullie dat pas de volgende let's play gezien. Dus ja, je hebt dat dan weer wel. Dat is misschien dan wel weer leuker voor jullie, dat jullie dat gelijk te zien krijgen. Maar jullie hebben ook leuke gameplay gemist, dus dat is dan wel weer minder. Ik vind het echt niet leuk dat dat gebeurd is, maar goed. Hij sliep en hij deed gewoon poison, of niet? Ik ga even een... ik ga altijd naar Pokémon, terwijl ik gewoon een potion wil geven. Ik ga hem even een potion geven. Ik begin een beetje moe te worden, het is al 1:30 jongens. En ik ben nog steeds aan het spelen. Ik gooi even een Grouser erop, want hij gaat sowieso door de... Of een HP erop. HP op de Grouser. zodat hij nu dood gaat hopelijk. Ja, en dan krijg ik lekker XP ervan. Jarbolta die krijgt extra XP, omdat ik hem dus gekregen heb en niet gebeld. Kabak is trying to learn Fairy Wind, but Kabak can't learn more than 4 moves. Ik zei al tegen je in de allereerste let's play dat ik dacht dat hij een Fairy Pokémon zou worden. Hij is nu alleen nog bug, maar ik dacht dat hij Fairy zou worden omdat hij roze is. En hij is inderdaad, heeft hij nu ook Fairy Wind geleerd. Dus ik denk echt dat het een Fairy type gaat worden. Light years, measure distance, not time, zegt ze. Dat is waar. Dus zo groot is de afstand tussen de gymleider en mij misschien wel helemaal niet. Ik ben wel echt bang dat ik de gymleider niet kan verslaan. Het lijkt mij gewoon dat hij echt heel sterk is. Dus ik ben geneigd om nog eventjes te gaan trainen. Ik zat nu te kijken, even te checken of ik wel aan het opnemen was. Want ik wil het echt niet nog een keertje hebben. Het is gewoon zonde is het. En hebben jullie ook niet gezien dat stukje van gameplay waar je bijvoorbeeld... Nou, ik zou het trouwens even hier gelijk... Dit was het huis waar je dan in moet. Het allerlaatste huis, alleronderste en rechtste huis van het stadje. En daar ga je... Nou, en dit was de trainer waar ik het over had. Die hebben nu dus verslagen. Maar goed, even kijken wat er nu gebeurt. Gaan we nog een trainertje verslaan, even ter voorbereiding van de gym. Of ja, ik wil eigenlijk ook wel weten welke Pokémon hier zit. Misschien zit hier nog wel een toffe Pokémon. Want hier heb ik nog geen Pokémon tegengekomen. Hier zitten dus de birdies, daar weten we dat ook gelijk. Level 7, of level 4. Dit is de eerste keer dat ik Pokémons tegenkom die echt een beetje lager zijn dan de Pokémon's waar ik... hij is flying, dus ground werkt niet. Kut, sorry. Maar Pokémon's die lager zijn dan mijn Pokémon's, dan kan ik makkelijker trainen. Dus dat vind ik niet zo erg. Ik doe weer mudslide, maar ik spam op deze knop. Nou, jammer dat die Growl gaat... wordt mijn tackle dadelijk minder sterk van. Ik heb in ieder geval de goede aanval aangeklikt. Dan zie ik nog een keer... Gaat nog langzamer. Ik ga nu deze even lekker spammen hoor, want hier heb ik niks aan. Deze fucking Burby en zijn fucking Growl, doe normaal. Gaat steeds minder vanaf. Maar bij mij gaat er ook niet echt bepaald veel af. Maar wat had ik ook gezegd net in de footage net. Dat Berul dus aangeraden wordt om te gebruiken tegen deze gym. Al had ik wel net ook al gezegd volgens mij. Maar daarom is het dus niet verkeerd om deze nu even lekker te gaan trainen. Als hij nog even een leveltje pakt of zo. Nou, deze birdie is dood.
Een birdie hadden we gekregen ook van de Wonder Trade. Ik weet ook niet meer of jullie dat gezien hebben. Nu gaan we tegen deze hiker. If I climb this hill 1000 times, my glutes will be hard as steel. De gluteus maximus, zoals die spier heet, jongens. Dat is een moeilijke naam voor je bil. Dus dan weet je dat. Hij is de bilspier aan het trainen. Nee, we gaan niet Brawl tegen Brawl doen. Dat wordt de allerlangste fucking battle in the history of battles. Dus we gaan voor de Kabak. Dat is echt een moeilijke... Ik denk dat het een hele moeilijke Pokémon wordt om te verslaan. Maar goed. We gaan de Ferrowind uittesten op deze. Mudslap, ik hoop dat die niet zoveel doet. Hij is zelfs not very effective. Wel, accuracy. Ja, accuracy gaat naar beneden. Dus accuracy moet ik zeggen trouwens. Mijn Ferrowind is ertussen gekomen. Dan gaan we Ferrowind. Gooi de headbutt op me, die gaat wel wat damage doen, ja. Ah shit, is ook not very effective, dat wist ik niet. Ik weet ook niet hoe Bug het gaat doen. Volgens mij ook niet bijzonder goed. Dan ga ik mijn Kabak ook moeten wisselen. Accuracy gaat er weer af. Struggle Bug. Ook niet. Special attack, denk ik. Ja. Nou, dan gaan we weer moeten wisselen. Dit is dus wat ik zei. In de vorige keer allemaal. Ja, ik weet het niet. Ik ga gewoon voor mijn Raptorch. Want volgens mij is het ook allemaal not very effective. Maar ik heb gewoon niks dat is opgewassen tegen deze Barul. Dus dan ga ik gewoon voor mijn sterkste Pokémon. En dan ga ik voor de Ember aanval. Nog altijd geen nieuwe aanval geleerd bij mijn Raptorch. Kijk, er gaat wel flink wat af en het is niet super effective. Maar ook niet not very effective, dus we komen er wel ver mee. Nog één aanval en dan is het gewoon goed. Ik krijg een beetje spraakgebrek van de tijd. Het is 20 voor 1, oftewel 10 over half 1. Weet je ook gelijk hoe ik klok kijk. Ik eet niet heel goed. Waarschijnlijk kunnen we op een gegeven moment gewoon niet verder. Ja, hier is die Rock Smash. Ik dacht wel dat mijn rivaal aankwam. Dat had ik geen zin in, want die kan ik echt niet verslaan. Ahoy trainer, are you trying to go to Kevlar Town? Looks like the path was blocked by another landslide. We got plenty of those around here. Worry not, I'm a Pokémon Ranger, sworn to protect the people and Pokémon of the region. Gaat hij het voor me doen? My special capture styler emits a harmless wave of energy that draws wild Pokémon close. Now watch, trainer, and learn. Hij gaat ze laten doen wat hij wil, geloof ik. There, through the styler, I managed to convey my goodwill to these wild Pokémon, forming a temporary bond between us. Now, if I ask them to help, they will assist me. Nice. Mankey, Barul, can I ask you to do this for me? Is wat die waarschijnlijk niet zijn, maar dat gok ik. Thank you for your help. Nou, hij heeft ze weggehaald gewoon. Dus nu is de link tussen de twee towns cleared. This is how we rangers work in harmony with the environment. We borrow the innate powers of wild Pokémon to do good and then set them free when we're done. We're different from trainers in that way. Be sure to respect nature and remember, you can always call on a ranger when you're in trouble. Ik vind dat de rangers die hebben wel een leuke visie, vind ik. Vind ik tof. Want wij maken natuurlijk wel gewoon slaven van Pokémon's. Maar dat negeren we maar even. Een Barul en dan ga ik echt level 8 worden, hoop ik. Dan hebben we mijn Barul lekker een beetje getraind. En dan gaan we daarna denk ik maar naar de gymleidster. Want anders dan kan het alsnog niet in deze let's play gebeuren. Zo. Nee, hij miste. Komt door die mudslaps van die Cut Burby. Hij doet mijn attack ook weer naar beneden. Nou, kom op, raak hem. Ja, kijk eens aan. Dan gaan we nu level 8 worden. Jazeker. Grew to level 8. 2 HP erbij, 2 attack en 2 defense. Heel nice. Even kijken wat sterker is hoor. Ja, zijn attack is wel sterker, een special attack. Geen nieuwe aanval. We hadden net natuurlijk al mudslap gekregen, dus dat zou ook een beetje raar zijn. Ga ik even naar de summaries. Even kijken welke Pokémon er misschien bijna level up is of zo.
Geen 1. Maar ik ga wel wat sterkere Pokémon moeten hebben, denk ik, jongens. Nou, we gaan het proberen. Als ik hem niet haal, we gaan het nu proberen voor the sake of the let's play. Ik zou waarschijnlijk anders nu gaan trainen. Maar we gaan in plaats daarvan nu naar het Pokémon Center. En daarna gaan we direct door naar de gym. En dan ga ik proberen de gymleidster te verslaan. Als het niet lukt, dan gaan we in de volgende let's play even trainen. En dan gaan we gewoon die gymleidster helemaal kapot maken. Dus dat beloof ik jullie bij deze. Ik ben benieuwd of ik hem kan verslaan. Ik ga nog een beetje voorbereiden. Want volgens mij kan ik nog een Battle Knot of Destiny Knot kwijt. Als in dat is een item. Een battle item, dacht ik. Nee, het is geen battle item. Wat is het dan? Ik zit nu bij Barriers. Dat is ook niet goed. Hier staat hij ook niet. A long, a bright red string to be held by a Pokémon. If the holder becomes infatuated. Hoe scroll ik naar beneden? Ik dacht dat... Jongens, zo had ik dat trouwens gedaan. Ik drukte net op de min en plus knop. En toen hield hij op met opnemen. Maar waar is mijn page down? Hier. Oké, nee. Ik kan dus gewoon dan niet meer lezen. Dat is niet zo chill. Ik weet ook niet wat infatuated betekent in deze context. Want ik kan het niet lezen. Dat is wel gewoon proper gaar. Ja, ik kan het wel geven aan iemand, maar ik weet niet wat het doet, dus dan laat ik het maar eventjes. Dan geef ik wel berries, want die ga ik echt nodig hebben. Ik geef er... Oh ja, deze heeft wel een X-attack, maar ik ga hem toch even wisselen. Dan doen we hebben nu dus een Orenburg gegeven, dan als hij een klein beetje health gaat... als hij in het oranje gedeelte van zijn health komt, dan gaat hij hem automatisch inzetten. Shit. Niet de bedoeling, dan geef ik mijn battle shizzle. Ga ik even aan iemand anders geven. Waar zijn mijn battle items hier zo? Ja, wie valt er nog meer allemaal fysiek aan? Weet je, ik ga voor mijn Gerbolta ook al. Heeft hij nog niet veel gestreden met mij? Gaan we nu even saven. En dan gaan we er nu tegenaan, jongens. De allereerste gymleader. Hi again. So, I don't think we were ever properly introduced. Ik kan niet meer Engelsen. Het is te laat. Het is kort voor 1. What's your name? Shazi? I like it. Welcome to the Nautalk City Pokemon Gym. I'm Maria, normal type specialist, but you know that already. Of course, most folks know me as Maria, champion of Tender. Those days of my life are over though. Now, I supervise young trainers like you, on their way to greatness. It's a long, difficult battle, all the way up to the champion. Have you got what it takes? Your very first test in the Tender League begins now. Cool liedje, jongens. Okay, dit voelt tenminste als een gymgevecht. Een Oten van level 10. We beginnen gelijk met mijn sturdy Pokémon. Met mijn Burl. We beginnen met een attack. Hij is flying, dus ik kan geen mudslap doen, want het is een ground aanval. En ground werkt niet tegen flying. Gewoon helemaal niet. Niet eens not very effective, maar doesn't affect, zoals je al eerder hebt gezien. Hij is alsnog best sterk. We gaan... Oh, dit doen gymleiders vaak, inderdaad. Dan gaan ze withdraw. Intimidate gaat mijn attack van daar beneden. Dus mijn tackle gaat minder sterk zijn. Ja, shit. Maar mudslap gaat nu wel werken. Ah, deze Feiling met haar fucking yawn de hele tijd. Ik ga mijn Burl nu ruilen. Even nadenken hoor. Ga ik nu al mijn Raptors inzetten? Ik denk het niet. Ik ga één Pokémon inzetten. Ja, deze. Want kijk, luister. Dit is mijn tactiek die ik nu net bedenk. Ik zet deze in. Ik laat deze doodgaan. Want hij gaat nu gelijk aanvallen. Oh, hij miste. Dankjewel. Dankzij die mudslap van Burl die ik deed. Ik had verwacht dat hij nu zou raken.
dat hij zou raken en dan zou ik de lul zijn geweest. En dan zou deze al bijna dood zijn waarschijnlijk. Of dus slapen, zoals dit. Hij is wel poisoned nu ook, hij had ik ook nodig. Relken weer, denk ik. En dan ga ik nu naar mijn... Ja, ik weet het niet zo goed. Een Raptorch maar, denk ik. Dan weet ik zeker dat ik hem kan pakken. Hopen dat hij mij niet te veel schade doet. Een Scratch doet hij in plaats van Jan. Dat vind ik alleen maar chiller. Wauw, 12 schade, jongens. Echt fucking veel. Ik mag in ieder geval als eerst aanvallen. Alsjeblieft, ga dood. Nee, hij is niet dood. En hij doet een Jan. Alsjeblieft, burn. Poison bedoel ik. Poison, ga eraf. Ja, goed zo. Kan ik deze weer veilig ruilen? We krijgen allemaal 40 experience points. En die gaat zijn Oten weer inzetten. Gaan we weer voor Barul dan? Ik ga even Gerbolta inzetten. Al ben ik bang dat hij in één klap doodgaat. Maar ik wil even dat hij XP krijgt ook. We gaan voor Quick Attack, jongens. Heb ik in ieder geval iets van damage gedaan ook. Hij heeft ook een Quick Attack. Niet dood. Oké, 15 damage. Wel veel, maar kan gewoon. Crowsheart, hebben we die al ingezet? Ik denk niet dat we Crowsheart hebben ingezet. Maar jammer dan. Ik moet gewoon even deze gym medal gaan winnen. Quick Attack. Gaat weer... Oh, 2 damage doen. Beter. Dan gaan we nu voor Tackle. En nog een Quick Attack. Kijk, ik kan het gewoon hebben als ik met Barul ben, maar... Met bijna iedere andere Pokémon ben ik gewoon dood in één keer. Dus ik ben blij dat ik deze gevangen heb, überhaupt. Nou, we gaan deze Oten in 2 keer afmaken. Misschien dat ze nog een potion... Of een super potion gaat doen. Ja. Ook dat nog. Dacht ik al. Net voordat hij bijna dood was. Doet hij dat. Peck. Ook een flying aanval. Heeft ook geen zin. Waarschijnlijk gaat hij niet nog een keer potion doen. Een critical hit. Scheelt me weer. Niet nog een potion doen. Foresight. Ik weet niet precies wat dat doet. Maar hij is dood. Oten is verslagen. Gerbolta lekker 93 XP. Leveltje gestegen. Barul 62. Oeh, ik dacht dat we klaar waren, maar dat is niet zo. We hebben nog een nog zo'n kat Pokémon te verduren volgens mij. Weet je, ik begin met mijn Kabak. Want dan ga ik gelijk een poison tegenaan knallen. Of tenminste, die heeft dat helemaal niet. Volgens mij. Toch? Oh, dit is de evolutie ervan. You have a great future ahead, but what about now? Liedje verandert ook. Tof detail. Ik doe een fairy wind. Ik hoop dat het super is, somehow. Nee, het is normal. Ik ga niet traden. Dat ga ik niet doen. Charm ga ik wel doen. Ik hoop dat ik niet dood ben. Ik ben wel dood volgens mij. Nee, als ik Charm had gedaan de eerste beurt, maar ik wist niet dat er zoveel af zou gaan, dan deed hij minder damage op de rest van mijn team. Maar nu heb ik niks. Ik zou zelfs dood kunnen gaan. Maar nu ga ik mijn Tonami erop gooien. En dan gooi ik er een poison gas op. Shit, hij mag als eerste aanvallen. Zij. Gewoon echt de helft gaat eraf. Hij is in ieder geval 100% zeker poisoned nu. En ik ga deze Tonami Bird ga ik gebruiken om even kijken, mijn enige revive te gebruiken. Dit is een best wel zeldzaam item, maar dit is wel een gymgevecht. Dus dan vind ik dat ik dat moet kunnen gebruiken. Ik heb er maar één, ze zijn nu op. Nou, Tonami is dood, was te verwachten, gaat wel weer een beetje poison af. Dat is dus ook de reden waarvoor ik het heb gedaan. Ja, ga ik nu Kabak doen. Ik hoop dat hij als eerst mag. Als hij niet als eerst mag, ben ik ook de lul. Dus ik ga waarschijnlijk nog een Pokémon dood laten gaan. Nee, ik ga mijn Barul inzetten, let op. Hij gaat waarschijnlijk niet dood van deze aanvallen. Dan ga ik op 2 een potion doen. Op 2 Pokémon's.
op mijn kabak eerst. Zo. Gaat hij een yawn doen. Dan ga ik wachten met de eerste potion. Ik ga wachten met de potion. Dan ruik ik mijn barrel, anders slaapt hij dadelijk. En ik heb volgens mij geen awakening. Waarmee je een Pokémon weer uit zijn slaap kan halen, heb ik niet. Dus dan zou ik mijn barrel waarschijnlijk niet meer kunnen gebruiken totdat hij weer wakker wordt. Maar misschien is hij dan al dood. Oké, dus kom nu een scratch op. Gaat weer poison af. Dan ga ik nu mijn charm doen en dan gaat hij... Nee, niet dood, niet dood, niet dood. Ah, oh, een critical hit. Fucking hell, jongens. Mijn revive actie heeft geen nut gehad, want ik wilde charm doen. Waardoor hij dus minder aanvalskracht zou hebben. Mocht niet baten. Maar hij gaat wel langzaam dood door de potion. Terwijl ik hem amper aanval. Weet je wat? Ik gooi gewoon een growl op hem. Deze gaat waarschijnlijk ook dood. Ja, helemaal niks aan deze motherfucker. Grozard heeft echt zero defense. Ik had beter zijn beurt kunnen gebruiken om op Barul wat te doen. Nou, weet je wat? Ik ga deze gebruiken. Als ik één aanval kan overleven, wat ik denk van wel, dan gaat waarschijnlijk zijn Ember gaat het afmaken. En Jan weer. Ja, oké. Okay. We hebben hem verslagen volgens mij. Barul is lekker level up. En Raptors is bijna level up. There, that's the fighting spirit I wanted to see. You're deserving of this normal badge. En ik krijg 1200 euro. Waar ik ook heel blij mee ben. Ik noem het gewoon euro, ook als het Pokécoins waarschijnlijk. I gotta say, the spirit you showed in battle, you remind me of when I was just starting out. Try and hold on to that determination, and I'm sure it'll take you far. Also, take this TM too. Ik krijg de return TM. As you travel together with your Pokémon, the bond between you will grow stronger. The deeper your friendship, the more powerful the return is in battle. TMs are infinite use, so feel free to teach it to as many Pokémon as you like. Nearly all of them can learn this one. It was fun battling you, Shazi. Good luck on your journey. Dankjewel. Wij hebben de Pokémon, de allereerste Pokémon gym verslagen. En daarmee ga ik ook deze Let's Play eindigen, want hij duurt volgens mij al veel langer dan half uur. Of in ieder geval iets langer. En dan zeg ik, like eventjes deze video als je meer van dit soort gameplay wilt. Meer van deze Let's Play serie. Subscribe als je ze wilt zien. En dan hoop ik dat ik de volgende keer niet mijn opnameapparatuur helemaal vertering. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Laters.